laat je altijd... Oh my god. Het is verboden op te vallen met parkingzone toestemming, dank u. Orde. We zijn vandaag in Gent. Gentje, daarom. We zijn met de ongeschreven regel, laat altijd één plaats tussen in de mannentoilet. Ik vroeg jullie op Instagram, ja of nee, wordt dat een geschreven regel? Zo ja, dan wordt deze ongeschreven regel een geschreven regel in het boek der ongeschreven regels. Wow, laten we eraan beginnen. What a gelatine. Meneer, mag ik u een vraag stellen? Nee. Kleine pitstop. We zijn hier vandaag in Gent met een ongeschreven regel. Als je naar het toilet gaat, ja, laat je één plaats tussen voor een andere persoon. Dat is je bezuur, hè? Nu toch, hè? Ja. Nu is de periode, hè? Wat te doen? Okay. Door corona? Door corona. Anders doe ik dat niet. Anders niet? Nee. Normaal toch? Normaal? Ja, ja. Waarom is dat iets normaal? Omdat, zeg maar, als jij naast iemand anders is, dan kan je gewoon zo kijken, toch? Dat is de regel normaal, dat je één tussen laat. Exact. Als je dan dicht bij iemand staat en zo'n beetje kunt vergelijken van... Oh. Nee, totaal geen probleem mee. Echt niet. Daar zit ik niet mee bezig zelfs. Die gedachten gaan niet op bij mij. Okay. Dus ja, u bent eigenlijk gewoon confident. U heeft een grote slurf hangen, dus... Je moet niet beschaamd zijn. Ik ben eigenlijk een rechter in de rechtbank. Ja, en voilà. Dat dacht ik. En vandaag gaan we eigenlijk op straat en we zijn op zoek naar meningen van mensen. Voor nieuwe wetten op te stellen. They want to make new laws. And then they ask people what they think about it. What kind of new laws we want. Goh, goh. Ik vind het belachelijk, want de geur van pis is goed. Waarom zouden we er afstand van doen? As a man, all man is man, you know. So it doesn't matter. Ja, van mij, ja, dat is niet nodig om daar een plaats tussen te laten. Hè? Nee? Als er een is die zo is, die zoeken toch ergens iemand. Hè? Als je heel dringend moe en er is geen plek? Wachten. Ja, gewoon niet doen. Dat is raar. En als het super, super dringend is en het is bijna in je broek? Nog steeds, dat is raar. Ik kan niet naast iemand anders plassen, dat is raar, ja. Gewoon naar de vrouwentoilet? Dat kan, als dat echt dringend is. Als dat echt, echt. En als het, ja. So, you don't think it must be a written rule? It can be unwritten? It can be unwritten. Oké, okay. Thanks. Thanks for your answer. Alright. Enjoy. Enjoy life. No woman, no cry. En heeft u ooit al eens gepiept over het boordje? Nee. Nooit, nee. Nooit? Nee. Maar je zei altijd, rechts voor u kijken, plaatsen. En als het dan was, om te meten. Rechts voor u kijken? Ja. Handen wassen? Ja. En? Derde? En douchen. En douchen? Ja. En zo. Van dien. Ja. Top. Meneer, mag ik u een vraagje stellen? Nee. Ik ben wel een rechter, hè. Kom maar naar het Hof van Assisen. Hey, wil de rechter ook pils? Tuurlijk. Kijk, mooi. Hoppa. Hier. Alsjeblieft. Bij de poort zetten. We zeggen Hansenplas, trek een bak. Pardon. Orde. Maar liefst 76% ging akkoord met deze ongeschreven regel. Wat het een geschreven regel maakt vanaf nu. Woe! Write it down. Zaak afgesloten. Wil je zelf ook meedoen aan de poll? Volg me op Instagram. @LucasGevaert. Tot volgende week, donderdag. Om 17:00 uur. Op je mail.